Ik ben 17 jaar, zit in mijn eindexamenklas en ben werkzaam in het weekende bij het verzorgingstehuis voor ouderen bij mij om de hoek. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om naast mijn school zorg te bieden aan deze groeiende groep ouderen die deze hulp hard nodig hebben. En sinds die eerste dag dat ik daar binnenkwam, ben ik ook zo dicht bij deze mensen komen te staan. Of moet ik zeggen, zo dicht bij de gevolgen van de bezuinigingen op de zorg. Want wat ik daar wekelijks hoor of zie, daar hebben deze mensen zeker niet voor gekozen. Zo kon mevrouw Overbeek 5 uur lang niet naar de toilet, omdat er geen verzorging of familie aanwezig was om haar uit de rolstoel te helpen. Meneer Knopen heeft 1 week lang onder de urine gezeten, omdat het te ziek was om zichzelf te wassen en er eigenlijk nooit iemand naar hem omkijkt. Maar ook werd aan meneer Clement, wie laatst een mooie leeftijd 100 bereikt had, regelmatig eten vergeten te geven. Heeft u eigenlijk, uw moeder, vader, opa of oma, de laatste tijd nog gesproken of gevraagd hoe het met ze ging? Want ik weet zeker dat u vindt en dat u van mening bent dat als uw moeder, vader, opa of oma zorg nodig heeft, de oplossing bij de overheid ligt. Maar tegenwoordig wordt er een prijskaartje van 80.000 euro per levensjaar aan een ouder mensenleven gehangen. Het geld stopt met rollen in de zorg voor de hele wereld, doordat er steeds meer vergrijzing komt. En voor sommige mensen is geld het probleem, maar geen tijd vrijmaken voor je familie is het grootste probleem, terwijl dit wel de beste oplossing is. Niet alleen omdat wij nu de zorgtaken van de overheid voor deze oudere generatie moeten overnemen, maar niemand verdient het ook om zich af te moeten vragen op zijn 100ste verjaardag of zijn kinderen die dag nog komen. Ik zelf heb mijn eerste stap al gezet om deze mensen te geven wat zij ons ook hebben gegeven en deze mensen een glimlach op hun gezicht te bezorgen tijdens hun laatste levensjaren. Echter kan ik dit niet alleen. En daarom moeten wij als generatie 7 miljard, deze oudere mensen zoals meneer Knoop of meneer Clement gaan helpen. Wij moeten ervoor zorgen als maatschappij dat we meer op ons gaan nemen. En wij moeten ervoor zorgen dat er meer handen aan het zorgbed komen. Want wij samen, zijn waarschijnlijk de grootste en de enigste jackpot die deze ouderen in het vooruitzicht hebben. Dank u wel.